Er zijn signalen, heel duidelijke signalen, dat we op de goede weg zijn. En dat blijkt, en toevallig vandaag hebben we 2 overeenkomsten gesloten. Met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, eentje van 150 miljoen, als onderdeel van een programma van 400 miljoen. Tegen hele, dat is een lening inderdaad, maar die lening is tegen zulke aantrekkelijke condities. 1 tot 2% rente, geen 12 en 13. Meneer Pinas, u lacht, hè? Waarschijnlijk wilde u die vragen toen niet stellen, toen ze gesteld moesten worden over die 12 en 13. Dat is de fout die de media maakt. Nee, u hoeft niet te reageren. Nee, ik ben niet van het woord. Terwijl ik serieus ben, is dat de attitude naar de bevolking? Ik spreek tot de bevolking. Is dat de attitude van journalisten om te lachen wanneer we over een serieus probleem praten? Nee, dus voor mij is het dus geen. Dat maakt niet uit. En wat bedoelt u met. Wat ik wil aangeven aan de journalist die de vraag heeft gesteld, is dat wij een financieel probleem hebben, dat we ervoor moeten zorgen dat die balans, het budget in balans komt. Die leningen die vandaag zijn gesloten zijn bedoeld om staatsbedrijven efficiënter te maken, meer te laten verdienen, het sociaal programma mee te financieren en allerhande andere zaken.